wereldorganisaties hebben op deze Valentijnsdag geprobeerd de liefde aan te wakkeren tussen de boeren en de warenhuizen. Want zij die ervoor zorgen dat we iets te eten hebben, de boeren dus, die worden door de grootdistributie zwaar onder druk gezet om prijzen te drukken. Want, zeggen de warenhuizen, elders in de wereld zijn die voedingsproducten veel goedkoper. En dus moeten onze boeren zwaar onder de prijs gaan, wat dan weer bijzonder kwalijk is voor de derde wereldlandbouw. Met andere woorden, een vicieus systeem dat er wel voor zorgt dat derde wereldorganisaties en de Boerenbond elkaar vandaag gevonden hebben. Jan Holderbeke. Ik tel tot drie en dat mag u allemaal spectaculair beginnen kussen. 1, 2, 3. Vredeseilanden, Oxfam Wereldwinkels en Max Havelaar roepen op tot vurig kussen in verscheidene Vlaamse steden, in de buurt van supermarkten nog wel. Symbolische kussen door landbouwers van bij ons en uit de derde wereld, aangeboden aan de distributiesector. In Mechelen werd het zelfs een hartstochtelijk gebeuren tussen de tractor van de boer en de vrachtwagen van de grootdistributie. Een kus in de vorm van eerlijke handel. Dichter, dichter, kussen, 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 kussen! Wij willen hierna een dialoog opstarten met met alle grootdistributeurs, opdat zij hun engagementen ten aanzien van de boeren uitbreiden en versterken. De actie gaat uit van 3 derde wereldorganisaties, maar de Boerenbond sluit er zich uitdrukkelijk bij aan. De Tiers-Mondist en de Boerenbonder samen op boodschap. Dat is verse kip. Dus normaal gezien zal dat kip zijn die van bij ons komt. Staat het erop? Kunt je zien van waar ze komt? Misschien wel. Gaan we kijken. Hè? Het zou wel goed zijn, moest erop staan. Het staat er niet op. Ja, toch wel. Het staat een Belgisch label op. De meeste kippen die versneden zijn, versneden vlees, verwerkt vlees, daar zie je dan die grote industrie komen, want dat is meestal vlees dat niet van hier komt. En dat is niet meer controleerbaar. En daar zit het grote gevaar. Het probleem is dat wereldwijd de grootdistributie producten gaat opkopen aan de laagst mogelijke prijs. En wereldwijd zijn de boeren daarbij de zwakste schakel in de keten die dat het slachtoffer zijn van die hoge druk op die prijzen. De Federatie van Distributiebedrijven heeft een mooie bussel prei van bij ons en wat pralines uit de derde wereld aangekregen, met een eisenpakket. Dat is maar een beetje sympathiek, vinden ze hier. We waren toch al goed bezig? Wij hebben op het niveau van fairtrade producten bijvoorbeeld, hebben wij, wat toch een duidelijke label is van herkomst en garantie, hebben wij enkele jaren geleden besloten samen met Max Havelaar en Oxfam van hun producten in onze winkels te verkopen. Dat is een zeer groot succes gebleken. 70% van de Max Havelaar gelabelliseerde producten worden nu in supermarkten verkocht. Je kunt zeggen dat wij in feite dat soort producten gedemocratiseerd hebben. Klopt, zeggen de derde wereldorganisaties, maar alles kan beter, veel beter. Neem nu een alledaags product, melk. Melk is een lokmiddel. Mm-hmm. Hè. Wat ons soms zo frustreert, is het feit dat eigenlijk de prijs van melk mm-hmm. eigenlijk soms maar de prijs van spuitwater mm-hmm. haalt. Mm-hmm. En als we dan weten dat daar heel wat meer productie, heel wat meer voeding mm-hmm. ook in zit, ja, dan ga je toch vragen stellen. Ja. Op het etiket zou je al heel veel meer transparantie kunnen aanbieden dan op dit moment het geval is. Dus maar kijk, je ziet hier drie labels staan. Een Frans, en het komt Frankrijk en Italië. Maar, dus is het toch niet jammer dat van die landen, wanneer wij goede producenten zijn, aan een degelijke prijs, een degelijke kwaliteit, dat men daar de melk moet gaan zoeken, die men dan nog soms aan lagere dumpingprijzen verkoopt. Ja. Dat is iets dat voor ons niet kan. En dat is ook iets wat wij vandaag gaan controleren in de markt. Dat kan niet. Vooral op dat punt vinden Vlaamse landbouwers en collega's uit de derde wereld elkaar. De wereldhandel en dus de grote distributie speelt hen tegen elkaar uit. Nu, als het echt een product is dat compleet ongedifferentieerd is, dat volledig trekt op een ander product dat je om het even waar kunt kopen, ja, dan speelt alleen de prijs en die zal natuurlijk dan zo laag mogelijk zijn. Het antwoord dat je dus moet bieden is te zeggen, hoe kan ik dat product dat vanuit België komt bijvoorbeeld, aan een betere prijs brengen, omdat de klant overtuigd zal zijn dat dit product voor hem iets meer waard is. Vrij vertaald, landbouwers die iets speciaals telen, redden het wel. In de sector van de massaproducten blijft de boer vogelvrij. Dat belet niet dat er iets moois bloeit tussen landbouwers van bij ons en uit de derde wereld.
Ja, einde van ter zake. Maar we kijken zo.